Indien een werkgever u de keuze biedt tussen een salarisverhoging of een bedrijfswagen, kiezen de meeste werknemers nog altijd voor de auto. Maar wat zijn de valkuilen voor werkgevers? Human Resources-experte Sandra van Dorpen praat erover met meester Filip Tieleman. Welkom Filip. Vandaag gaan we het hebben over een zeer populair thema nog steeds in België, de bedrijfswagens. Deze keer gaan we dat niet op een fiscale manier bekijken, maar vanuit het arbeidsrecht. Hè. Het is inderdaad nog altijd een zeer populaire benefit in België. En terecht, vind ik. Vind jij dat ook? Het is de absolute topper. En dat drukt zich in feite uit in de emotionaliteit die daar rondhangt. Je ziet dat duidelijk op het moment dat de werkgever bijvoorbeeld probeert om het type van de firmawagen te veranderen. Of op het einde van de rit, bij het ontslag, dat zeer gevoelig ligt dat men die firmawagen moet afgeven. Ja, en emoties op de werkvloer zijn soms goed, maar soms ook niet. Vandaar, waarop moet een werkgever eigenlijk in eerste instantie letten bij het invoeren van die bedrijfswagens? Ik zou zeggen, schenk vooral klare wijn. Maak een zeer klare en duidelijke car policy. Om in feite te maken dat iedereen weet waaraan zich te houden. Maar laat ons eerst kijken naar het vertrek bij ontslag. Ja, dus de meeste werknemers denken dat ze de wagen dan nog wat mogen houden. Dat is dus een absolute mythe. Want uiteindelijk, privaat gebruik van een firmawagen is loon. Wanneer het loon stopt, de verplichting tot het betalen van loon, dan moet men ook die firmawagen als bedrijf niet meer laten aan die werknemer. Het gebeurt ook dat mensen gewoon voor een korte periode vertrekken. Hè? Tijdskredieten, ouderschapsverloven en zo verder. Waar raadt u daaraan eigenlijk? In feite, denk ik, in de praktijk, het voornaamste gevoelig punt is tijdens ziekte. Ja. En daar is het basisprincipe, kijk, tijdens de eerste 30 dagen moet de werkgever het gewaarborgd loon betalen. Dus behoudt men ook het recht op het privaat gebruik van de firmawagen. En vanaf de 31ste dag vervalt de verplichting tot het betalen van loon. Dus ook geen verplichting meer om die firmawagen te laten aan de zieke werknemer. En men moet daar soms eens over nadenken in het kader van de strijd tegen een verzuimcultuur, van toch eens op je strepen te staan en te zeggen, kijk, op de 31ste dag komt die auto terug. En dan zie je dat dat soms een aerodynamisch effect geeft op het ziektebeeld van iemand. Natuurlijk, je moet dat niet in alle situaties gaan doorduwen als iemand echt ziek is. Zwaar ziek, dan laat je die firmawagen. Ook al heb je als bedrijf het recht om die terug te roepen. Ik zou zeggen, dank u wel voor de vele nuttige tips. Toch ook wel een en ander geleerd. En ik denk de kijkers ook. Dank u wel.